Maar ik heb zo niet tijd. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Rotterdam Grote Drekkerswee. Volgende aflevering ben ik hier gebleven. En ik ga deze aflevering met de Cursed Tides quest ga ik doen. Want die lijkt me nog behoorlijk interessant. Dus dat heb ik eigenlijk nog vandaag op de planning staan. Dus ik weet eigenlijk totaal niet hoe ik daarmee moet beginnen. Ik ga even kijken wat ik eigenlijk allemaal nodig heb. Ja, die quest die wou ik eigenlijk wel doen. Maar nu dat ik er tegenkom, heb ik dan behoorlijk wat skills nodig, zo te zien. Dan kunnen we wel eerst eventjes de requirements even voor gaan halen. Woodcutting, firemaking. Woodcutting en firemaking, hoeveel zijn die? 18. Oké, dan gaan we even zien. Dan gaan we richting de GE en dan gaan we daar gewoon even open hakken totdat we level 30 van die beide zijn. En misschien dat we daarna nog wel mining kunnen doen, denk ik. Weet niet. Even kijken. Hoeveel tijd we vandaag hebben. Set level. Oh. Doel. Set level. 30. 30. Oké, dan gaan we naar die castle toe, want daar zijn ook van die old trees. God, lekker. Jemig. Nou, ik wou dus deze quest gaan. Maar ja, daar heb ik nog wel even wat meer requirements voor. Ik denk dat Magic nog wel. Nee, die heb ik al in van 23. Sinds wanneer? Ach ja, kom, wacht even. Nee, het sneeuwt hier. Oh ja, natuurlijk, het heeft met de kerst te maken. Nou, dan gaan we gewoon hier hakken. Wat voor een ex hak ik eigenlijk? Steel hatchet, black hatchet, arrow. Nou, eens even zien. Ja, het evenement is natuurlijk ook bezig. Klopt. Maar ik denk niet meer dat ik met dit account op die evenement ga doen. Maar wel met mijn main account. Dat wil ik sowieso nog wel even kijken wat het aangekomen precies is. Hoppa, level 19 nog gelijk. Zo te zien hebben we ook een daily challenge. 26 Oaklogs. Die kunnen we vandaag misschien gaan halen. Ligt er een beetje aan hoe snel we het allemaal kunnen hakken. Maar dan ga ik het daarna nog wel even allemaal inkopen. Vanwege dat ik natuurlijk al een firemaking ook gelijk een volg wil hebben. Dus in ieder geval, dat gaat dus eventjes voor. Oké, dat is één. Ik zet hier ook alvast even de targets voor. Misschien 30 en hadden we nog wat meer nodig? Cooking. Oh, cooking is nog wel easy peasy lemon steamy. Oké, ga je wel even naar een andere boom toe. En dan blijf ik gewoon even hakken totdat ik er genoeg van heb. Gelukkig gaat op die lagere levels wel behoorlijk snel de levels omhoog. Als je met mijn combat skills kijkt, dat duurt nog wel even voordat ik level 50 ben. Die combat skills, attack, strength, defense en constitution. Zit er nog wel een merger? Zien. Medieval. Dus wanneer is dat anders? Want, dit toontje, ja, dat doet me wel een beetje denken aan old school voor mij. Oh, ik begon weer met spots. Oh, ja. Zoals gewoonlijk eigenlijk, maar hey. Ik vind het eigenlijk nog wel steeds raar, want eerder toen hakte ik hier echt gewoon behoorlijk wat ook logs in mijn main account. Waarom? I don't know.
Maar op een of andere manier had ik daar wel 1 miljoen keer van. Ik weet eigenlijk niet hoe lang ik daarmee bezig was, maar het was niet de snelste. Maar dat was ook wel wat te merken, want het was iets van level. Ik schat iets van level 30 bootcutting hier of zo. Dan kun je natuurlijk al lang willow doen en dan zit ik hier gewoon droog oog te hakken. Nou ja, maar in ieder geval in de tussentijd hebben we alweer bootcutting level 20, dus dat is in ieder geval heel fijn. Ja, hopelijk kunnen we de goal van level 30 vandaag halen. En misschien ook die daily challenge gelijk, want dat geeft ons natuurlijk ook wel een behoorlijke bonus XP. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga even kijken hoeveel keren ik mijn inventory moet vullen voordat ik de 126 heb. Even zien. 126 delen door 28. 4,5 inventory vol. Dat moet nog wel te doen zijn. Als ik het goed heb uitgerekend. Ja, dat moet wel. Ja, volgens mij moet dat wel goed gerekend zijn. Ik heb gewoon mijn rekenmachine erbij gepakt, maar oké. Maakt niet uit. Want ik had altijd in de plannen zitten om die niet-cursed tights te doen. Nou ja, nu gaan we daar eventjes voor werken. Natuurlijk, op het eindpunt is Dragon Slayer onze laatste quest die ik dan van dit account ga doen. Maar dat komt nog wel. Ik ga nu gewoon even kijken verhakken. Nu heb ik maar 8000 XP. Ja, 8500 XP nodig. Even kijken. Nu ga ik even kijken hoeveel ik dan eigenlijk kan krijgen. 28 keer 4,5 is natuurlijk 126. En 126 keer 37,5. Dan zit je al op 4725. Dat is ongeveer op halverwege. En dan met die bonus te spelen krijg je natuurlijk ook weer een heel bult bij. Dat is wel fijn. En gelukkig is Firemaking veel makkelijker te trainen dan. Oh, wacht. Ja, nee. Nee. Zo. In ieder geval is Firemaking veel makkelijker te trainen dan. Dan natuurlijk woodcutting. Dan krijg je meestal wat meer XP voor. Zo zal ik altijd zien. 60 à 65. Nou. Nou, als we nu toch al bezig zijn met rekenen. Rekenmachientje. 126 keer. Hoeveel? Even kijken. 65 was het. 65,5. Oh. Dat gaat ons wel heel dicht bij ons goal brengen. Dat is wel chill. Oh, nu krijg ik nog meer ook natuurlijk. Omdat ik natuurlijk een level omhoog ben gegaan. Dus ik krijg nog meer XP. Is dat hoe dat werkt? Ik wist eigenlijk niet dat het mogelijk was. Nou, toch leer je weer wat. Ook al zit ik meer dan 10 jaar al op RuneScape. Maar hey, sure. Hoppa, level 20. Ja, je verdient dus iedere keer wel wat meer XP. Ja, iets van 1,5 XP meer. Maar hey, het is iets. Ja, dat is net zoals met 1 cent. Ja, het is niks. Maar als je er iets van 100 hebt, ja, dan heb je toch wel weer wat. Die 100 cent. Echt. In Nederland. Ja, dat is wel. Iets waar niet vaak inzetten meer gebruikt worden. Zou je al gelijk naar Duitsland moeten of zo. Nou ja, dat maakt op zich niet uit. Kijk, nu al 71 XP per log. Damn. Ik denk dat we Firemaking deze aflevering sowieso wel level 30 gaan halen. Daar ga ik vanuit. In ieder geval, Pearl Snoop has just achieved 120 invention. Hoppakee, doe maar weer. Ja, we zijn natuurlijk weer out of logs. Maar dat maakt niet uit. Kunnen we weer verder hakken.
Hakken, hakken, hakken. Oh ja, ons we hebben natuurlijk ook zo'n warmteboost gekregen. Vanwege dat we natuurlijk die bonfire. Ach ja, godsamme. Goedemorgen. Oh my god. Het is 8:15 in de avond en ik zeg goedemorgen, ja. Is het logisch? Nee. Maar zeg ik het? Ja. Oh, ja, daar gaat de boom. Hoppa, level 21. Gaat lekker. Gaat heel lekker zo. Ik zal zeggen, niks meer aan doen. Even kijken. Ook al gaat de XP niet zo snel omhoog. Het is wel redelijk. Maar ja, hoe hoger level je wordt en hoe meer je naar Dew Logs toe gaat, is het altijd nog wel zo van, dit duurt lang. Maar ja, dat was met Fletching 99 verhaal ook best wel lang. En ik ben blij dat ik nu in ieder geval Fletching 99. Maar ik zit nog wel een beetje te denken, hoe lang gaat het duren voordat ik level 120 ben in Fletching? Ik denk, tyfus lang. Hij kan natuurlijk een bol nagen. Het geld wat ik daarvoor verdien is natuurlijk profiteerbaar. Want ik verdien steeds maar. Het is niet dat ik geld verlies of zo. Dus misschien moet ik maar eens een keer over naar Fletching 20 gaan. Want het is op zich niet zo'n moeilijke skill om te doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar Magic Shield boos te maken, bowstrings eraan gooien en dan. En als je dat gewoon een aantal keren doet, ja, dan verdien je echt gewoon XP als een malamoer of zo, weet ik veel. Maar dat is wel chill op zich. Ik wil niet echt hard werken. Ik vraag me ook af wat voor een ex ik eigenlijk ga gebruiken. Misschien een handig idee om even op te zoeken. Er zijn natuurlijk betere bijlen. Ik ga gewoon even de beste bijl zoeken die ik kan gebruiken. Dat is een Mithril Hatchet. Nou, laten we daar maar eens even voor gaan dan. De GE moet het natuurlijk zijn. Mithril. Nee, daar heb ik het even fout getikt. Tuurlijk! Mithril. Zo. Daar vindt het twijfel van. Hoe typ ik dat? Waar staat de kring? Hatchet. 5000 ga ik wel voor. Betere prijs dan waar die nu op staat. Oké. Met de toebeeld. Hoppakee. Nou, in de tussentijd ga ik even kijken wat we hier hebben. One of the Enlightened Journey dealing with Scarabas. Oké. Nou, ik denk dat die bomen nu wel makkelijk gaan. Better to chop down trees. High grade metal hatchet to cut trees faster and more efficiently. Dus ik heb nu gewoon een test completed, zonder dat ik het door had. Chill. Nu ik het over tasks heb, ik wil ook nog voor mijn main account. Ja, ik zeg heel wat over mijn main account, maar ook gewoon om even een beetje de tijd te vullen. Of ja, tijd, de commentary natuurlijk een beetje vol te houden. Is het zo van, ik wil nog een keer een Explosive Ring 4 hebben. Want ik heb nu een 3, maar om 4 te hebben, dan moet ik volgens mij alle tasks van Lumbridge en Draenor Village doen ofzo, weet ik veel. Dus ik zit nog een keer kijken of ik dat misschien op mijn main account ook nog een keer kan doen. Dat lijkt mij natuurlijk wel handig om te regelen. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor bonusjes je ervan krijgt. Want met je Explorers Ring 3 krijg je wel een aantal boosts. Maar wat precies? Ik heb geen idee. Misschien komt het omdat ik dat er niet echt gewoon vaker kijk. Want nou ja, hier heb ik natuurlijk geen Explorers Ring, maar dat maakt op zich niet uit. Maar ja, het lijkt me wel eens een keer handig om die
Xbox Week 4 te hebben. Dan heb je natuurlijk ook weer Members Tasks. Wat ik misschien ook wel een keer moet gaan doen. Want ik wil sowieso weer eens een keer member worden op mijn mede-account. Hop. Even kijken. Het bonfire. En zo. Nou, we zijn daar weer ook weer een level omhoog. Ik gebruik gewoon iedere lock die ik nu heb gehakt. Die gebruik ik nu gewoon om fire maken. En dan zie je vanzelf al hoe hoog het uiteindelijk krijgen. En zo is er nog wel een eindje. Denk ik. Want ja, je verdient gewoon steeds plus 1 eigenlijk bij. En natuurlijk hebben ze nu beide op 22, maar ik denk dat, passeer firemaking. Nee, hoe wil ik dat nou zeggen? Ik passeer woodcutting gemakkelijk met firemaking. Dat is ook wel logisch, want firemaking, daar verdien je gewoon veel meer XP van. Maar hey, I'll take it. I do not mind. Even kijken. Maar had ik hier toch zo'n dingetje staan van XP of zo? Waar staat dat nou in? Geen idee. Ik weet niet wat mijn account allemaal aan het doen is. Nu staat ook alles hier onderaan en dat wil ik ook niet eigenlijk hebben. Level 24, oké. Nou, ik denk dat we level 25 met deze logs krijgen, maar we zijn hier lekker op weg. Beetje apart, je hoeft fishing niet level 30 te halen daarvoor voor die quest. Is wel een beetje vaag. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Minder of beter. Oh. Ik realiseer me nu pas dat ik uit mijn los. Goed opgelet. Nee. Eigenlijk totaal niet, maar oké. Misschien. De enige requirements die je eigenlijk hebt is 33 quest points. Die heb ik al aan. Maar dit gaat me echt nog behoorlijk veel tijd kosten. 63 dragon. Ja, met de skills, die moet ik nog echt sowieso. Level 56 demon, die moet me nog wel lukken, denk ik, met 50 combat skills. 39 mage en Ferris Lesser Foes. 50 plus in combat skills en 37 plus prayer are recommended. Nou, prayer ben ik sowieso een beetje inactief mee bezig. Inactief mee bezig? Huh? Nee, maar toen ik bezig was bij die Hill Giants, dan was ik ook met prayer bezig, dus. En als ik dat dan eerder de combat skills op level 50 heb en niet prayer, ga ik sowieso eventjes met botten kopen of zo. Dan doe ik dat even gewoon gemakkelijk. Want prayer is niet zo'n makkelijke skill te gaan trainen natuurlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk wat andere skills die ook natuurlijk veel moeilijker zijn. Zoals mining. Mining is ook een behoorlijk lastig. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een eigen mening. Want het ligt er een beetje ook aan wat je hakt. Als je eens van iron ore hakt, ja, dat is nog wel redelijk makkelijk. Want dat spant heel snel. Als je mithril hakt, dan is het natuurlijk veel lastiger om te hakken. Omdat het natuurlijk niet zoveel respawn gereed heeft als iron. In deze game. En ze zijn natuurlijk ook bezig met die rework van mining en smitting. Maar ik weet dan natuurlijk niet wanneer dat precies af is. Het zal vast wel ergens een keer een release date zijn. Maar wanneer? Ik heb echt geen idee. Maar dat maakt niet uit. Volgens mij heb ik al behoorlijk wat heel vaak gezegd. Maakt niet uit. Zegt deze aflevering alleen al. Dan realiseer ik me nu pas. Fijn. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon voor woodcutting 25 en dan doen we de rest van de levels de volgende aflevering, denk ik wel. Of misschien dat ik gewoon even
tussendoor gewoon even verder gaan, want dan krijg je die daily challenge ook af. Dat lijkt me misschien wel wat beter. Want ik denk dat we voordat we in zo'n. We hadden gaan zeggen dat we misschien net nog level 24 gaan halen, maar. Oh, helaas niet. En ik zit weer met spul te strooien. Serieus. Professioneel beunaar, ze noemen ze ook wel. Even denken. Is dit dan mijn derde? Ja, dus mijn derde inventory die ik vol heb. Of ik ga nog gewoon met die challenge verder, of ik doe het tussendoor. Ik zit even te twijfelen. Nou, in ieder geval hebben we een firemaking al op 25, dus dat moet goed komen. Ja, goed, komt ook wel goed. En waar ik een beetje tegen zit is mining. Maar dat komt ook wel goed. En magic, man. Magic is... die staat al wat hoger dan bijvoorbeeld mining. En cooking. En de new fire. Ik level 16. Wat hebben we eigenlijk nog nodig? 4500. Dat valt nog wel redelijk mee. De boekkeuken zo te zien nog wel 6352. Dus dat is helemaal mooi. Er komt weer een persoontje zo te zien hier voorbij ergens. Nou, die is weer weg. Nee, mijn god, die waarom? Hij had net zo goed deze kant op kunnen gaan als hij naar de GU moet, maar die gaat niet deze kant op. Ja, dan lopen we even zien. Wat voor een ding heb jij? Wat heeft magic armor? Dat zal natuurlijk ook je gebeuren moeten boosten. Magic. En we hebben net niet firemaking naar boven. Oké, behalve. Ik denk dat ik dan. Gewoon offscreen. Dan de. Firemaking en woodcutting. Dan eventjes ga doen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik hem nog een keer weer. Later.